Er zullen vroeg of laat toch verhogingen komen wanneer de belasting toegevoegde waarde BTW in werking treedt. De voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASWA, Wilgo Bilkerdijk, merkt op dat het belangrijk is dat de gemeenschap goed geïnformeerd is over de invoering van het nieuwe belastingstelsel, dat per 1 januari 2023 een feit zal zijn. Belangrijk is dat mensen moeten begrijpen, die BTW, net als die OB eigenlijk, moet de consument betalen, dus eigenlijk aan het eind van het traject. Dus we hadden, om eerlijk te zijn, een andere verwachting ten aanzien van de invoering van de BTW. Het is nu nog niet ingevoerd, maar dus eigenlijk in de ontwerpwet hebben we dus eigenlijk wel al gezien dat, hoe dat zou moeten werken. We gaan zeker vanuit de ASFA ook nog wel, zeker in de staatsraad, ons bijdrage leveren om eigenlijk een beetje verscherping van die maatregelen mee te nemen. De verwachting is eigenlijk dat je sowieso een prijsstijging zal krijgen. Het hoeft niet substantieel te zijn. Wat zeker aan de orde is, wat we zeker op de tafel gaan zetten, is de hoogte van die BTW eigenlijk. Nu is sprake van 15%. De huidige OB zit op 12%. Bilkerdijk zegt te begrijpen dat de overheid zit met budgetterende maatregelen, maar zegt er gelijk achteraan dat er andere bronnen zijn om inkomsten te genereren voor de staat. De BTW is maar één van ze. Het systeem zal volgens de autoriteiten voor meer inkomsten in de staatskas zorgen. Gisteren meldde het CDS in een persbericht dat de vastgestelde ingangsdatum is gewijzigd om de samenleving te beschermen tegen prijsopdrijving. Belangrijk bij deze gaat zijn dat we dus zeker, en misschien is het een moment voor de burgerij, om dan aan te kloppen bij hun vertegenwoordigers in DNA, want die moeten het goedkeuren, om met name de hoogte aan de orde te stellen. En eigenlijk voor ons geldt dat we dus niet per se die 15 moeten hebben, zoals het nu voorgesteld is. In de praktijk weten we ook dat eigenlijk in onderhandelingen altijd met een beetje aan de bovenkant begint, om uiteindelijk ergens waarmee wel in mind heeft te belanden. Misschien is in mind 12 en ze beginnen bij 15 om die onderhandeling te starten. Maar aan de ene kant is het wel zo dat je wel verwacht van de overheid dat ze dus wel aangeeft van maar hoeveel ga je in feite verdienen. Bilkerdijk merkt op dat als blijkt dat de voorgestelde 15% BTW, welke nu ter sprake is, te veel is in de handhaving, het moet worden aangekaart. Het is volgens de ASFA-voorzitter nodig dat de rentepercentage goed wordt gedefinieerd. Het is vooral van belang dat duidelijk wordt gemaakt wat er met de extra inkomsten zal worden gedaan.